Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat twee personen op een 50cc bromfiets een projectiel hebben geworpen bestaande uit een handgranaat, een scherp handgranaat, een antipersoneel granaat van een RPG en een antitank granaat ook van een RPG. Tevens zijn er meer dan 10 schoten gelost nabij het gebouw. De regering ziet dit als een aanslag op de rechtsstaat, ons staatsbestel en de democratie. En we keuren dit ten ernste af. We veroordelen dit. Laat mij als minister van Justitie deze daad afkeuren. In de meest krachtige bewoordingen wil ik dit veroordelen. En het is een aanslag tegen de rechtsstaat Suriname. Het is een aanslag tegen de rechterlijke macht. En dit zal niet met een sisser aflopen. Het is een aanslag op onze vrede, veiligheid en hoe we met elkaar leven in Suriname. Dus ik veroordeel dit ook met de krachtigste bewoordingen. En we zijn er als samenleving niet bij gebaat. We hebben hulzen gevonden en ook andere zaken. Ik denk 2 RPG's zijn aangetroffen. In navolging van wat de minister van Justitie en Politie heeft aangegeven, kan ik mededelen dat de gevonden granaten gisteravond zijn vernietigd om veiligheidsredenen. Zijn vernietigd, zijn onklaar gemaakt onder toezicht van deskundigen. En wat ons betreft is er naast het strafrechtelijk onderzoek ook een administratief onderzoek gaande binnen het Nationaal Leger, omdat het gaat om militaire wapens. Dus wij zijn bezig echt al onze bestanden te checken van waar komen ze, waar waren ze, aan wie waren ze verstrekt, et cetera. Dus dat is een heel serieuze, ernstig onderzoek dat we doen. Alles zal eraan gedaan worden dat de daders van deze laffe daad worden aangehouden en dat ze voor het gerecht worden gebracht. Nationaal wordt het aangepakt en we zullen ook internationaal de medewerking vragen opdat we tot de bodem deze zaak kunnen oplossen. Ik kan niet anders stellen dat dit een daad van intimidatie is om het land te destabiliseren. We weten precies wat er allemaal gaande is. We hebben de afgelopen tijden ook gezien de verruwing van de criminaliteit. We vragen ook dat we niet speculeren over het motief, maar dat het onderzoek eigenlijk moet uitwijzen wat het motief is. Tot nu toe tasten we nog in het duister met betrekking tot het motief van deze daad. Maar wij laten ons inderdaad niet intimideren. We zien dit als een open onderzoek. Het motief voor mij is het terrorisme en intimidatie. Men pleegt het tegen het gebouw, maar men wil een daad stellen. Dus het is een open onderzoek en het wordt heel serieus aangepakt. Ik weet niet wie dat kan zeggen dat het een scenario is. We hebben te maken met een ernstige zaak. Ja? Stel dat bijvoorbeeld die granaten die daar waren, is tot ontploffing is gekomen. Dan zou men zeggen dat het een scenario is. Er werken mensen daar. Als het tot ontploffing was gekomen, waren al die mensen die daar waren. Maar ook dood gegaan toch? Dus wanneer men praat over scenario, weet niet waarom men dat zegt, maar het is duidelijk, het bewijs is daar dat 2 manspersoon projectielen hebben gekooid. Dat, hoe kan je zeggen dat het scenario is? Wat voor scenario door wie? Door de regering? Onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Dit keuren we af en we zeggen dat het geen enkel scenario is. De politie is bezig met het onderzoek. En we hopen dat ook de gemeenschap meehelpen, want mensen hebben gezien, in de avonduren hebben mensen ook gezien dat er een bromfiets is langsgegaan enzovoort. We vragen ieder om ons ook te helpen, zodat wij al deze
vragen die reizen in de gemeenschap, scenario of de ding dat we uit het werk kunnen helpen.